Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag kunnen we zien dat er behoorlijk veel plekken zijn waar de zon behoorlijk schijnt, maar ook witte wolkenplukken die over het land trekken. Dat zijn flinke stapelwolken. En die stapelwolken zijn op een aantal plaatsen ook uitgegroeid tot enkele flinke buien. En dat zien we ook terug op het radarbeeld van 20 voor 2 vanmiddag. De meeste buien bevinden zich in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden is het zo goed als droog, maar daar kan later vanmiddag misschien nog een enkel buitje tot ontwikkeling komen. Het weerbeeld voor vanavond ziet er dan zo uit: op een aantal plaatsen komen nog een paar buien voor, maar er zijn ook genoeg plekken waar het droog is. Verder wisselen opklaringen en wolken elkaar af. De komende nacht is het zo goed als droog. In de kustgebieden valt misschien een enkele bui, maar verder rest is het rustig. En in het binnenland kan er nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in de kustgebieden, tot lokaal 6 graden in het binnenland. Morgenochtend dan lost de mist op en dan hebben we een afwisseling van wolken en zon. Al vrij snel ontstaan ook weer enkele buien die van noordwest naar zuidoost over het land trekken. Er waait een zwakke of matige wind, soms uit het noordwesten. En dan wordt het daarbij zo'n 17 graden in het noorden tot lokaal 20 graden in het zuidoosten van het land. Dan dragen daarna op zondag ook een afwisseling van wolken, zon en een enkele bui. Vooral in het noorden van het land. Voor de rest een graad of 19 en nog steeds weinig wind. Op maandag en dinsdag dan wordt het weer een paar graden warmer, zo rond de 22 graden. Op maandag misschien een enkel buitje in het zuiden, maar het droge weer overheerst en dat geldt ook voor de dinsdag. Verder geregeld zon en nog steeds niet al te veel wind. Na de dinsdag gaat er wel wat veranderen. Dan zien we duidelijk de neerslagkansen weer toenemen. En ja, wordt het dus een beetje lichtwisselvallig weer. De middagtemperatuur ligt zo tegen de 20 graden aan. En dat zijn toch eigenlijk wel normale waarden voor begin september. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl